Vol bewondering kijken deze studenten naar hun studiegenoten die deze 3D-printers in de afgelopen week zelf hebben gebouwd. Een fraai staaltje techniek, maar toch gaat het daar tijdens het 3D-printer Summer Course niet om. Waar het ons om ging was de relatie tussen maatschappij en 3D-printer. Dus wat betekent eigenlijk als je een 3D-printer hebt? Stel iedereen heeft een 3D-printer in zijn huis. Wat zou dat kunnen betekenen voor de samenleving? Dus hebben we dan nog fabrieken nodig? Gaan we alles hier lokaal doen? Dus krijg je Made in The Hague als productontwikkeling? Om dat te stimuleren heeft de Haagse campus van de Universiteit Leiden zelf een project ontwikkeld waarbij 22 ondernemers hun 3D-printer beschikbaar stellen aan de buurt. Iedereen die in Den Haag iets wil printen, kan op de website van 3D Hubs een maker vinden hier in de buurt, zijn design sturen of vragen of die iets wil printen en dat met fiets ophalen. Zou je hier ook iets voor mij kunnen maken? Ja, ik zou bijvoorbeeld het logo van TV West voor je kunnen maken. Is dat een idee? Dat doet de directeur natuurlijk niet zelf. Vierdejaarsstudent Markie van Ketelhot uit Zuid-Afrika is daar veel beter in. Layer by layer bouwt het in de logo op. En bij het einde zal je iets in de hand kunnen houden. Look at that. Will you look at that?